Wars die kleuren de wereld, brengen verandering. Zoals de hartotdromer Martin Luther King. Zijn droom ging over hoop en hij bracht letterlijk kleur aan de discussie. Wij zijn allemaal gemaakt naar Gods evenbeeld. Jij en ik zijn niet zomaar. Wij zijn een evenbeeld, een weerspiegeling van God. En God is zeker geen dromer. Maar hij heeft wel een droom. En die droom is de rode draad van de Bijbel. En kerst speelt daar een cruciale rol. Die droom die weerspiegelt Gods diepste verlangens. Let op, wat hier vanavond wordt verteld is de waarom van kerst. Het is het verhaal van een droom die ik droomde over Gods droom. En ik zag gewoon ze voor me. God de Vader, God de Zoon, Jezus en de Heilige Geest. Het punt is, de wereld waarin wij nu leven is niet zoals God het voor ogen had. Hij schiep voor ons echt een prachtig paradijs waarin wij dicht bij hem konden leven en een zorgeloos leven konden leiden. Wij kregen een opdracht. En dat was goed voor de aarde zorgen, goed voor elkaar en ons talrijk maken. Het laatste, dat is wel gelukt. Maar die eerste opdracht, daar hoef ik jullie niet heel veel over te vertellen waar wij nu staan. Deze dagen kunnen wij onze oogst weer bekijken in de jaaroverzichten. Ja, we doen ons best, niet waar? Dit is wat ik droomde. Aan tafel. We zijn nog aan het genieten. Wat hebben we toch al moois gemaakt. Het is werkelijk schitterend. Het is zeer goed geworden. Het is prachtig. Een prachtig paradijs. Kijk eens. Alles is in harmonie. Nou, dat was anders toen ik overheen zweefde voordat we aan de slag gingen. Een prachtige zee die overloopt in de aarde met prachtige mooie bomen en rozen die bloeien. En met schitterend licht overdag. Aan het firmament. En overal wemelt het van de dieren. In het water, in het lucht en in de zee. En wij? We hebben ernaar gekeken. En het is echt zeer goed. Het is schitterend. En als absoluut hoogtepunt hebben wij Adam geschapen, die op mij lijkt. Ja, Adam, die mens. Maar Adam was een beetje eenzaam. En toen hebben wij een vrouwtje voor hem gemaakt. Om samen met hem te zijn. Ah, oh, dat is zo schattig. Ja. En samen met Eva kan Adam voor de aarde zorgen. En samen met ons in dit prachtige paradijs. Wat een mooie bedoeling. I see trees of green, red roses too. I see
naar je wil. Om zelf te kiezen. Ware liefde. Prachtig. Hé, vader? Ja, zo. Wat is dat daar? Wie heeft daar van die appel gegeten? Nee, oh. Wat is dit een vreselijke keus? Wat verschrikkelijk, die ware liefde. Hier was ik nou echt verdrietig van. Het is toch frustrerend. Je eigen kinderen. Adam, waar ben je? Gods droom lijkt heel anders uit te pakken. Wij kiezen onze eigen weg. Wij willen zelf bepalen wat goed en wat kwaad is. We willen alsmaar meer en meer. En er ontstaat een kloof. Een afstand in de relatie tussen God en de mensen. Maar mensen zijn Gods passie. Hij wil niets liever dat wij dicht bij hem leven. En zijn liefde ontvangen. Wij zijn Gods droom. En de geschiedenis naar het paradijs gaat verder. En keer op keer reikt God de hand. Maar wij willen er niks van weten. En God vertoont bijna menselijke trekjes van iemand met liefdesverdriet. Hij is geëmotioneerd. Boos! Maar bovenal is hij heel verdrietig. Maar het vlammetje van Gods droom blijft aan. God kijkt niet achteruit, nee, hij kijkt juist vooruit. Naar een definitieve oplossing. En alles wat hij doet, is daarop gericht. En dan, na een hele lange periode... Dan wordt het kerst. Vader, kan u mij nou nog één keer uitleggen waarom dat ook alweer zo'n goed idee was? Dat van die eigen vrije wil, van die vrije keus voor die mensen. Als je echt van je geef diegene ook de vrijheid om van jou te houden. Liefde is geen monoloog. Als je zelf liefde bent en kent, weet je dat als geen ander. Liefde komt van twee kanten. Oké, dan is dat dus onvoorwaardelijke liefde. Liefde zonder voorwaarden. Nou, niets is zo verscheurend als onbeantwoorde liefde. Het doet me echt verdriet. Het lijken wel kleine kinderen. Als je even niet kijkt, lopen ze weg met de gouden kalf. Om onze droom weer op de juiste weg te helpen, moeten de mensen weer puur worden, zoals wij. Ja, maar telkens weer... geven we ze een nieuwe kans. We sluiten een verbond met Abraham. We sluiten een verbond met Israël. Met koning David. Maar geen van die verbonden houdt stand. Het lukt gewoon niet. Nou, we hebben het laten uitleggen door Mozes en Jacob. Maar die mensen, ze willen maar niet inzien. Continu zoeken wij de verbinding. 21 profeten zijn er uitgestuurd. Hoe vaak is er niet geroepen, bekeert u, kom terug, kom terug. Ze slaan onze woorden gewoon in de wind. Weten jullie wat het is? De mensen zijn gewoon vergiftigd door alles wat tussen ons en de mensen in staat. Het is tijd om een belofte in te lossen. Precies. Maar wat hebben wij nog meer? Hebben we
wonderbaarlijkste raad kon. Een man die puur en perfect is. En die de vijand verslaat. Een overwinnaar. Het is tijd voor een heel nieuw begin. Voor de beloofde nieuwe Adam. Ja, zoon. Het is tijd voor Emmanuel. God met de mensen. Ja, vader. Mijn tijd is gekomen. Ik zal naar de aarde gaan. Het is tijd voor Emmanuel. Geboorte van Jezus. Jozef en Maria gaan naar Bethlehem. In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David. En David kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen. En ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. Mooi is dat, hè? Wat hier gebeurt. Om Gods oneindig grote droom weer werkelijkheid te maken, stuurt hij Jezus heel klein naar de aarde als mensenkind. Mooi, hè? Maar, ja, wat moet ik daarmee? Waarom droom ik over Gods droom? Waarom? Zwemmen, jongen. Open je ogen. Wees bewust dat ik ontzettend veel van jou hou. Kom terug, mijn lieve jongen. Mijn droom is ook voor jou. Wat er ook gebeurt, ik zal altijd met open armen op je wachten. Wat wakker. Kerst is meer dan een boom. Kerst is meer dan een koek. Kerst heeft een waarom. Er zijn van die momenten dat mensen iets gaan vieren. Met kerst, met Goede Vrijdag, met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. En elke keer vragen wij ons af, hebben de mensen nog door wat er dan echt wordt bedoeld? Vandaag, vanavond, hier, nu, vandaag gaat het over herstel. Over wat ooit kapot is gegaan, wordt weer heel, heel erg gaaf. Wij komen naar u toe. Wij worden weer één. Onze droom, dat zijn jullie. Onze droom, dat ben jij. Gods droom is natuurlijk nog niet voltooid.
zijn er nog niet. Maar de droom is dus wel de reden dat het kerst is en dat Jezus naar de aarde kwam. Als die droom je nu helemaal niks zegt, of misschien heb je wel boekrollen vol met vragen, blijf er dan niet mee zitten. Stel je vragen aan ons, of misschien wel aan degene met wie je bent meegekomen vandaag. De tafel is immers gedekt. Neem gerust plaats. Met kerst is Jezus, onze zaligmaker, geboren. En daarom wens ik namens ons allemaal jullie een zalig kerstfeest.